Wij kijken is een fotografieproject in de componistenbuurt in Os, waarbij kinderen elkaar en hun leefomgeving hebben gefotografeerd en op die manier met elkaar en met andere mensen in contact zijn gekomen. In die buurt gaat heel veel veranderen. En de mensen hadden bedacht dat het goed zou zijn om daar met elkaar aandacht aan te besteden. Door de foto's gaan ze ook anders kijken naar hun wijk. Het is een prachtig project geworden. Echt cultuur, heel dichtbij, in je wijk. We gaan in deze wijk op pad. En wat jullie gaan fotograferen is dat je 5 foto's maakt van dingen die nieuw zijn. En 5 foto's maakt van dingen die oud zijn. Het project is ontstaan vanuit de vraag van Brabant Wonen. Die buurtcultuurproject zochten. Wat parallel kon lopen aan de renovatie in deze wijk. Mensen dichter bij elkaar te brengen. Wij geloven erin dat als je met elkaar fijn samen wilt wonen in een buurt. Dat het dan belangrijk is dat je elkaar ook kent. En elkaar kennen begint bij ontmoeten. En dat is wat Irma met dit project heeft gedaan. Dat ze met ontmoeten deze kinderen en daardoor ook de ouders daarvan weer dichter bij elkaar heeft gebracht. Het meest bijzondere aan het project is dat mensen met elkaar in contact heeft gebracht die normaal elkaar voorbij zouden lopen op straat. Het waren voor elkaar onbekenden die met fotografie dus met elkaar een dialoog aan zijn gegaan in beeld. En elke week werden er bijzondere foto's gemaakt, meer bijzondere foto's. En wat de foto bijzonder maakt is ook wat de maker erin legt. Het gaat niet alleen om het onderwerp, maar ook om hoe die foto tot stand is gekomen. Dus de verhalen van bewoners zijn voor mij bijzonder geweest in dit project. Wat ben je doen? Een foto van mijn moeder aanmaken terwijl ze de ramen aan het was is. Wat is dan het allerbelangrijkste? Dat je de camera stil houdt. Heb je de flitser aan? Nee. Waarom niet? Anders zie je de persoon over de persoon niet. Ben je nu door het fotograferen ook op plekken geweest waar je normaal niet komt? Ja. Waarom? Bij een schutting bij iemand thuis en dan hebben we een foto van een hond gemaakt. En ook gewoon op het schoolplein een paar. Wil je later zelf fotograaf worden? Ja. Het heeft cultuur in de wijk gebracht. Op een plek die, waar dat normaal op een andere manier of niet aanwezig was. Ik hoop heel erg dat er een vervolg komt. En dat we ook de ouders en de familieleden van de kinderen kunnen benaderen. En uitdagen om mee te doen. Om die fotografie een plek te geven in de wijk. Dus op te gaan hangen en zichtbaar te maken.